DNA-lid Edgar Sampie heeft vandaag de straatventers van de binnenstad ontvangen in de Nationale Assemblée. Dit in het kader van het recente besluit van de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost om de binnenstad te ordenen. Sampie betreurt het dat straatventers die reeds jaren op de wegen in de binnenstad proberen wat centjes te verdienen, nu hun krampjes moeten ontruimen. De parlementariër wilde zelf van de straatventers vernemen welke oplossingen ze hebben, zodat hij daaraan kan werken. Want na uno eseri, na strati, na uno sakastrati, u denkt pa, meer dan 20 jaar, meer dan dat ze tapastrati, dus nu doang jere, kemudu pangisi asani, en pa ukan pakaian, buka ku alamala, kami terperinti dengan oplossing tawar tubuh. Dus ini pula nakai, ni tarung pun. Veel van de straatventers hebben aangegeven dat ze al langer dan 20 jaar in de binnenstad een kleine onderneming hebben. Met het besluit van de DC bevinden zij zich nu in een onzekere positie. Een van de ondernemers zegt dat er vaak is geprobeerd deze ondernemers te ontruimen. Hij doet een beroep op de regering de situatie met de andere kijk te benaderen. Dit is een trap naar de afgrond, zegt een andere straatventer. Hoe onmenselijk? Of anders gezegd, genadeloos moet men zijn om een dergelijke ordening op dit moment te willen doorvoeren. Alles is gigantisch duur in het land en de koopkracht van de doorsnee burger is gedaald. Goed gesitueerde mensen hebben een buffer en kunnen die nu aanwenden. De straatventer leeft van dag tot dag en heeft haast geen spaargeld. De maand december nadert. Waarbij de meeste straatventers een extra inkomen kunnen verdienen. En juist nu komt de DC met deze ingrijpende ordening. Naar zijn zeggen is er eerder met de straatventers hieromtrent gecommuniceerd. Maar dat berust op op onwaarheid. Wij willen dat dit besluit met onmiddellijke ingang wordt teruggedraaid. Straatventers van de binnenstad hebben hun mening geuit over de ordening die zal worden doorgevoerd door het districtscommissariaat van Paramaribo Noordoost. Zij hopen op een oplossing voor hun kleine onderneming.